Vandaag wil ik het ook heel graag hebben over de iPad. De iPad Pro of iPad Air. Welke is nu juist de beste voor jouw behoeftes? En daarover ga ik het hebben met Roy Metz. Hallo. Dag Roy. Jij bent uiteraard ook expert bij... Ja, je mag even de techniek aanpassen. Even kijken. Goed aandraaien. Ik verwacht veel van jou. Hè. Ja, ik verwacht veel van de techniek. Als techneut. Dus even kijken of dat yes. beter is. Ik denk dat het wel zo zal lukken, ja. Roy, jij bent binnen testaankoop expert en je houdt je echt bijna uitsluitend bezig met alles wat... Tablets bijvoorbeeld, tv's en eigenlijk meer consumentenelektronica. Ja. Alles behalve gsm's, dat doet een collega van mij, maar de meeste zaken die passeren wel de revue, ja. Alright, dus jij bent altijd met het nieuwste van het nieuwste op stap. Ja, dat klopt. Heel goed. Welke iPads zijn er eigenlijk op de markt? Misschien moeten we daarmee beginnen. Ja, Apple is eigenlijk heel langzaam gegroeid. In het begin hadden ze de iPad en dat was één model. En nu tegenwoordig zijn er eigenlijk 4 productlijnen. De iPad Mini, de klassieke iPad, iPad Pro en iPad Air. Mm-hmm. Dus die iPad Mini, daar kunnen we kort over zijn. Dat is eigenlijk gewoon een supercompact toestel en eigenlijk... Ja, te klein voor iemand die het thuis gebruikt, maar iemand die heel veel onderweg is, kan dat wel interessant zijn. De iPad Classic is natuurlijk het product wat de naam gemaakt heeft van de iPad. En we gaan het daar nu niet even over hebben, maar dat is natuurlijk het standaardproduct. En dan is er nu, vanaf dit jaar, heeft Apple dus een iPad Air en iPad Pro-series geüpdate. Dat doen ze niet ieder jaar, wat natuurlijk wel langs de ene kant goed is, waardoor de waarde hoger blijft. Maar langs de andere kant stellen we soms wel vragen over welke noden gaan die toestellen eigenlijk vervullen. Ja. Want waarom is een iPad nu eigenlijk zo gewild? Want het is toch wel heel populair, hè? Ja, ik denk dat Apple vooral heeft ingezien vrij snel dat een tablet niet zo snel vervangen wordt als een gsm. Dus de software-update van een gewone iPad is sowieso al 5 jaar. Dat is altijd zo geweest. Okay. Die Pro-series, ik heb zelfs nog een van 2015 die nog security-updates krijgt. Dus met andere woorden, 7 jaar is sowieso standaard bij de Pro. Mm-hmm. En het kan nog langer, dus dat helpt natuurlijk mee. En dat is natuurlijk een solide en een stabiel toestel. Dus qua de afwerkingsgraad en dergelijke en de hardware is het natuurlijk heel goed. Dus dat speelt natuurlijk mee dat mensen dat heel erg interessant vinden. Ja, je hebt een iPad Pro meegenomen. Ja. Wat maakt dit nu zo'n goed toestel? Want je bent wel fan, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, ik ben een fan, maar niet voor alles, zeg maar. Okay. Ik kijk er een beetje een kooltje zout naar, omdat ik natuurlijk... alle modellen wel eens proberen en wisselen, ook soms in mijn comfortzone komen, ja, want je hebt alles ingesteld. En dan gaan we toch eens een ander besturingssysteem, andere merk en zo. Dus om toch een beetje mee te blijven. Die iPad Pro die ik hier voor me heb, is de 2022 iPad Pro. Mm-hmm. De reden waarom ik de nieuwe nu niet bij heb, is omdat Apple heeft, daar komen we direct nog op terug, dus verschillende series van die iPad Pro 2024 op de markt gebracht. En dat laatste model is nu pas... eigenlijk in ons testlab. Dus we hebben een kleiner model, de 11 inch, daar wachten we zelfs nog op. Dus die is nog niet daar. En daarom is ze ook niet meegenomen had. Anders had ik ze hier wel kunnen tonen. Dat we echt wilden weten of die nieuwe schermtechnologie, is dat wel een meerwaarde voor de consumenten. Allee, natuurlijk, in die prijsklasse kunnen we meer over smaak. Het is best wel prijzig, hè? Want je sprak van... Ja, dus als we kijken, een gewone iPad is nog redelijk betaalbaar. Dat zit rond de 400-500 euro, zeg maar zeggen. Maar de iPad Pro's, de grotere, valt dus zo'n 12,9 of nu is het 13 inch, maar dat is eigenlijk qua vormfactor hetzelfde. Dat begint vanaf 1500 euro. En dit model bijvoorbeeld is een 1 terabyte met dataverbinding. Dat is dan 2700 euro met de opties wat hier in staat. Ja. Maar dat doet Apple weer anders dan anderen. De meeste hebben dan een GPS-chip ingebouwd. Bij Apple is het alleen als je de data-optie meeneemt. Dus de data-optie kost dan 250 euro extra. Dus. En nu, vanaf 2024, hier is normaal een SIM-kaartslot. Dat is nu niet meer beschikbaar op de nieuwste. Het is alleen maar eSIM. En eSIM is in België weer niet zo breed beschikbaar. Hmm. Dus dat zijn weer zo zaken. Ja, dat is cool om alle opties aan te vinken. Bij de auto-websites is dat ook chic, full option. Maar ja, dat wordt heel erg prijzig. En de vraag is of je het echt gaat gebruiken. Dus, en dit heeft nano-texture glass? Nee, dit is een gewone... dus tot en met nu was er altijd het gewone, wat zeg je, vrij reflecterende scherm. Dat, mm-hmm. Het voordeel van zo'n reflecterend scherm is dat eigenlijk heel scherpe kleur heeft. En de kleuren spat eigenlijk van het scherm. Maar het nadeel is, de zon erop schijnt...
kun je zien of er nog ergens een oneffenheid in de huid is, want dat wordt volledig gereflecteerd. Ja. Die nanotexture biedt daar een antwoord op, maar met een verlies aan scherpte voor tekst. Mm. Dus we hebben nu gemerkt dat het dus een lab, die mensen hebben al heel veel ervaring daarmee en ik gebruik ze natuurlijk ook al heel lang, zegt dat het eigenlijk in principe niet een 100% verbetering is in dat opzicht. Natuurlijk, als er een vol zonlicht staat, dat kan heeft een impact. Dus dan is het beter omdat men zichzelf niet meer ziet in het scherm. Maar voor de rest, als je veel teksten moet lezen, dan is dat niet zo aangenaam, omdat die contouren minder scherp zijn. Oké, dus het wordt echt wel belangrijk om te kijken naar waarvoor ga je het gebruiken. Ja, inderdaad. Maar dat is dan weer bij Apple, is dan zo'n instapklasse. Eerst 11 inch, dus twee verschillende schermgroottes. Dan doet wat Apple ook doet, vanaf een bepaalde geheugengrootte, krijg je nog meer RAM-geheugen en een snellere processor. Dus, maar dat staat daar niet heel duidelijk aangegeven. Ja. Dus vanaf tot 512 is dan met 9 cores en vanaf en 8 gigabyte RAM en vanaf 1 terabyte is 16 gigabyte RAM en met 10 cores. Ja, allemaal mooi en wel, maar wie heeft dat nodig? Ja. Dus laten we eerlijk zijn, dit zijn specs waar de gemiddelde laptop eigenlijk, ja, het moet over met afleggen. Die zijn, vooral de laatste generatie, die heeft een chip erin zitten die nog niet in de laptop zit van Apple. Dus de MacBooks hebben die nog niet. Het is een heel krachtig toestel. Heel dus. Krachtig. Dus dat is op zich, en natuurlijk voor de Hollywood-cineasten onder ons die onderweg nog snel even de laatste retouches willen doen in een video. Prachtig. Ik bedoel, dan, je hebt geen volledige... Maar wat de gemiddelde gebruiker daarmee doet... Is eigenlijk overkill. Dan kopen we een Porsche om van de bakker naar de supermarkt te rijden. Ja, dat klopt. En dat is op zich is het zeker tof voor het grotere scherm. Maar als we kijken naar de Air, is de eerste, laten we zeggen... goedkopere iPad die wat een 13-inch scherm heeft. Tot nu toe was eigenlijk altijd de gewone standaard tabletgrootte, zeg maar zeggen, die nu naar 11 inches opgetrokken. Dus ik praat altijd in inches. Ik weet dat sommige mensen daar aan zullen nemen, maar dat is gewoon omdat de markt gewoon zo is. Dus een inch naar centimeter te gaan, dat is altijd maal 2,54. Maar bij televisietoestellen praten is dat ook zo. Ja, dus, maar ik weet dat sommige mensen daar aan zullen nemen, maar helaas wordt dus ook zo gewoon overal verkocht. Er staat nooit een centimeter tussen haakjes, maar ik geef het even mee, want ik weet dat mensen daar soms moeite mee hebben. Maar dus nu, dus die iPad Air, die heeft dan die 13-inch formaten ook tegenwoordig. Dus, maar wat dan is, dat is eigenlijk dezelfde specs als deze iPad Pro, maar dan zonder een paar interessante functies. Zoals bijvoorbeeld de LiDAR-functie zit niet op die iPad Air. Wat is LiDAR? Dat is, dat vind ik op zich nog een van de coolere functies. Dat is dat je bijvoorbeeld iemand kunt meten. Je richt de camera op, hoe groot is die persoon? En dan heeft hij de grootte. Dus dat vind ik tof. Bij een huisarchitect vind ik het ook heerlijk, want dan wordt bijvoorbeeld iets getekend. Die gaat in de kamer en je scant. Daar is het fantastisch. En dan zie je onmiddellijk wat die aanpassingen doen. Dus op dat zijn professionele toepassingen. Ik zeg dan is een iPad Pro. Maar dat doet de Air dus niet. Doet de Air niet. Ja. Dus die heeft wel dezelfde hardware qua processor. En moet ik dan denken aan een Air zoals bij MacBook, dat die heel veel dunner is? Dat was initieel zo, maar nu is het eigenlijk, nu is die eigenlijk dikker dan de iPad Pro, omdat de iPad Pro net als dunste tablet op de markt is gekomen. Dus die is nu 5,1 mm. En wat maakt het dan Air? Ja, omdat hij sneller vliegt, zou ik zeggen. Ik wil maar zeggen, meestal krachtiger hardware dan de gewone. Want meestal bij de gewone iPads, wat Apple doet, die hergebruiken hun chips van de iPhones. Mm-hmm. En meestal is één generatie later gaat die in de iPad. Maar nu bij de Pro's zijn die voor op de iPhones. Dus dat is een groot verschil. Dus daar, zou ik maar zeggen, pushen ze eigenlijk hun kunnen. Maar langs de andere kant doen ze ook vrij vervelende dingen die wat eigenlijk meestal niet gewenst zijn. Zoals bijvoorbeeld, nu wordt er geen lader meer meegeleverd. Dus, dat is niet waar. Ja, dus een toestel van duizenden euro's en dan is een USB-kabel bij. En hoe gaat je hem opladen? Ah ja, dan moet je nog bijbetalen. Ik vind dat een beetje... Dat is geen service. Dat is geen service. En, en dat maakt het ook, hoe zou ik zeggen, toetsenbord 400 euro, de pen 150 euro. Ja, dat wil ik vragen. Dus dat krijg je er niet standaard bij. Nee, nooit. Nee. Dus bij Apple is alles bijbetalen. En er zijn ook geen bundelkortingen, want dat bijvoorbeeld bij Samsung gebeurt nog eens. Ah ja, je neemt dat, maar als je die onmiddellijk neemt, dan komt er iets bij. Of bij Microsoft doet dat ook. Dat is bij Apple niet. Dat is gewoon
de prijs die erop staat. En die prijs van het toestel zelf kan soms bij een retailer, dus bij kennen retailers, een beetje van afgeweken worden, maar dat gaat zich dan om 20, 30 euro. En je laat het ook op met zo'n USB mini? USB-C, dat klopt. Ja. Het voordeel is natuurlijk wel dat ze eigenlijk allemaal USB-C zijn. Dat betekent dat alle accessoires, dus als je een hub hebt, dus ik zeg maar iets voor een SD-kaart in te steken of een muis, dat is allemaal weer compatibel. Mm-hmm. Maar er is geen oplaadtoestel bij. Dus dat moet er dan apart bij gekocht worden. Dus dat maakt natuurlijk... En dat kost best wel wat geld. Ja, die oplaad... Zo'n officiële... Ja. Apple-oplader. Dat is misschien een onderwerp voor een volgende video, want wij gaan in de toekomst kort gaan wij opladers testen. Dus merkproducten en no-name. Oh, heel goed. Dus van 15 euro tot en met 100 euro toestellen. Dus, en daar kunnen we misschien eens op terugkomen, want dat is heel echt de graag. Bedoeling om daar eens misschien wat meer toelichting aan te geven. Maar dus om terug te komen op die professionele toepassingen. Zoals ik al zei, voor video-editing fantastisch, maar voor gewone bureaupladtoepassingen. Ja, het is en blijft iPadOS. En iPadOS is geen volwaardig computerprogramma. Wat de fanboys en de believers, om het maar zeggen. Het is en blijft beperkt. Ja. Dus, en dat gaat misschien, iedere keer opnieuw hoor ik, met een nieuwe versie, die gaat het maken. Ik geloof wel dat er nu zijn een paar goede vernieuwingen aangekondigd. Zoals bijvoorbeeld de Europese Unie heeft verplicht dat Apple zijn platform openstelt voor andere programma-installatienetwerken. Dus niet alleen maar de App Store, maar dus dat is wettelijk verplicht. Dat gaat er nu bij de volgende update aankomen. Daar verwacht ik wel iets van. Maar veel van de beperkingen blijven. Dus ik zal een voorbeeld geven. Iedereen kent Word voor iets te schrijven. Op de computerversie kun je bijvoorbeeld iets schrijven zonder dat je ingelogd bent. Omdat je bijvoorbeeld je gsm nu bij de handen of dergelijke. Hierop werkt het niet zonder in te loggen. Ah, dus okay. Je kunt zelfs niet even snel iets aanpassen. Nee. Dat zijn van die kleine vervelendheden. Daar heb je dan wel een MacBook in dit geval. Ja, van Apple. Ja, maar dan wil 3000 euro van ja, ja, ja. En dan nog niet in staat zijn daarvoor. En een van, ja, maar je kunt iemand meten, hè? Nee, ja, dat wel. Maar, ik heb een goedkope oplossing om iemand te meten. Ja, nee. Maar die moet ook dat is met een gewone meetlat. Ja, dat is wel niet zo cool, hè? Nee, dat is absoluut niet zo cool. Dus, dan kan je wel streepjes zetten. Dan kun je streepjes zetten en dan op de muur laten staan. Dat klopt, ja. Maar dus even terug naar het grootste verschil, want je zei het zelf al, tussen die iPad Pro bijvoorbeeld en een MacBook. Apple heeft bijvoorbeeld de policy tot op heden. Nog geen enkele Mac heeft een aanraakscherm. Dus een touchscreen is alleen maar voor iPads. Klopt. Wat ik vrij vervelend vind, ik vind het wel handig, vooral als je bijvoorbeeld op een trein of een vliegtuig zit of ergens, en als je snel op een website navigeren is, maar dat doen ze niet. Dus daarmee hebben ze echt gewoon, de iPads hebben dan een touchscreen, dat is een heel groot verschil. Natuurlijk aansluiting, iPad, hoe krachtig de hardware ook is, alles gaat via één aansluiting. Dus een iPad Air heeft een USB-C aansluiting, maar geen Thunderbolt. Dus de iPad Pro heeft nogal Thunderbolt. Oké, dat betekent dat je voor de video-believers, die kunnen een ProRes en dergelijke rechtstreeks editen. Dat gaat allemaal, dat is snel genoeg, maar wel maar één poort. Dus, en die MacBooks hebben natuurlijk ook een toetsenbord. Ik krijg voor de prijs ook tenminste een toetsenbord. Ook minder dan vroeger, hè? Ja, ik krijg natuurlijk minder. En nu minder aansluitingen natuurlijk. Ja. Maar langs de andere kant, als je zegt bijvoorbeeld 3000, de nieuwste iPad Pro met alle opties erbij kost bijna 3700 euro. Dus daarvoor zou ik zeggen, koop beter een MacBook Pro en een iPad Air en dan heb je het beste van twee werelden. Oké, dat is een goede tip. Dus dat zou... En wanneer heb je een groot scherm nodig? Ja, voor de mensen heel graag bijvoorbeeld hun videostreaming en dergelijke graag groot zien of tekenen. Voor mensen die tekenen is dat ook interessant. Ja. Want de stylus is wel goed. Dus, maar nog altijd voor echt professioneel gebruik. Veel mensen vinden het scherm dan nog te klein. Die willen liever nog... Als je echt gaat tekenen, dan wordt het... Dus ik zeg, dat is een heel mooi toestel, kan veel, maar het moet op een bepaalde manier gebeuren. Dus en dat is voor sommige mensen is dat fijn. Maar als je iets wilt afwijken van de manier waarop het voorgeschreven staat, dan is het dan minder. Maar is het een slecht toestel? Absoluut niet. Dit is, ook qua ondersteuning is het prachtig. Hè? Dus het is over jaren ondersteuning. Nu de optioneel toetsenbord heeft een USB-aansluiting, waardoor ook het toestel geladen kan worden. Dat is dan als het officiële toetsenbord gekocht wordt, gaat dat.
Met een oplossing van een derde aanbieder gaat dat niet. Dat zijn allemaal, dat wordt voor, maar het probleem is dat het voor de consument vrij moeilijk wordt. Omdat er zoveel versies zijn, dan ja, de schermgroottes, geheugengroottes, RAM-geheugens, dan opties en dergelijke, dat het al bijna een studie op zich is om te weten wat ik nodig heb. En dat is, niet, dat is een beetje jammer, omdat dat nu, als wij die testen, onze marktonderzoekers hebben dan soms echt een week nodig om alles, alles op orde te brengen. Want heeft die nu zoveel RAM of heeft die dit? En nu hebben we momenteel, hebben we dus voor de iPad Pro's 20 modellen en de iPad Air's 16 modellen. Dat zijn, dus ik wil maar zeggen, ja, dat wordt... En vinden we die informatie ook terug op jullie website? Ja, en we hebben nu, we groeperen die wel. Want anders, als mensen 36 iPads op een pagina zien, zullen ze ook niet zo blij zijn. Nee. Dus we worden wel gegroepeerd, dus de simulaire modellen, zoals het heet, die, wat, die worden dan wel gegroepeerd. Kunnen ze nog eens rustig nalezen? Kunnen nalezen en ook meer inzicht krijgen over de mogelijkheden en dergelijke. Oké, fantastisch. Bedankt Roy, om er even bij te zijn. Ja, tot de volgende. Dag.